De prijzen in de winkels vertonen nog geen dalende trend, ondanks de nieuwe regering nu al een paar dagen aanzit. Veelal worden de winkeliers ervan beschuldigd aan prijsopdrijving te doen. De winkelier Jackie Hsu is het daarmee niet eens. Volgens hem gaan ze er niet zelf toe over de prijzen te verhogen. Dat doen de importeurs. Jackie wijst erop dat zij per sms op de hoogte worden gesteld van de verhoging van sommige prijzen. Ja, dat is een kimi sali place kaba. Als we maar teken, een sali place kaba. Lekso, amelek is de. Nectarigon is de place killing. Omena bende, yes? Verleden is hier voor 82 koloan, biggie black. Is de biggie killing place. 96,50. Ah, no, spotu. Dus, nanga moro dan 10 holu. Singwang na fu 36,50. Uno musu seri. Nanga akiling pres 41,50. Da, sa de gilek rede. Sa de mek a prijs moes kreng. Nah, ho, koi, koi mo. Ja, minu sabi. Na, lik so Fernandes sam sam killing pres. 10 holu an paki. Fernandes kreng tu. Killing 1 holu an paki. Fernandes, na disi. Ma de netaki. Want hoe je het ook toe aan de dollarprijs is stijg? Nou, daarom is de dollarkoers naar 14. Naar 14? Aan ons akkoord. Maar nu de nieuwe regering, is dat de prijs wat onder? Ja, ik blijf een nieuw Palestijn aan de zakkoers. Naar een alle sommige tang los. Want de taki naar de Chinese winkel hier is de money van China. No, ano kolob desi. Like so, you loko, you want move any money, you quick you ching. Yeah. Nga you also suma. Like so, unu sam miabi ching desi na miabi ma. Mi any money, mi musu kieng go niyo. Mi musu si money kieng do. Yeah. I musu skolo na zane. Yeah. Unu libi suma na sam. But you know, taki you have hidden price so that I can send a money gwe. No, unu de like so mi de just so deatin yali kaba. Na suli nam like so mi tuida also. Yeah. Mi no mang taki fok mi oso jaso opto. Yeah, yeah. Mi de jaso diatin yali. Mi de sinas nihentin yali mi kongja. Okay. Baka mi diatin yali mi deja. Mi abi fulu mati. Belakamak Japanese Industani. Ala mati mi abi ja. Jaso mi sabi molo suma lekso sina. Molo, mi sabi molo mati jaso molo sina ale. Winkelier Jackie vindt het niet goed dat hij elke keer weer de prijzen moet aanpassen. Zo geeft hij aan dat de prijs van uien de laatste tijd schrikbarend is verhoogd. Een baal uien dat voorheen 165 SRD kostte, is nu 225 SRD. Hij koopt voorlopig dus geen uien, nog eieren, die ook in prijs zijn verhoogd. Een rek eieren kost nu tussen de 50 en 60 SRD. Melk op prijs. Melk op prijs. Follow like this. 14 holu no no. Verleden is 12 holu no no 14 holu. 14 holu, oké. En u etaki aan onze schuld, aan ons zomaar op de prijs naar de leverancier. Ja, onze jenkele naar voor jelle fabriek. Oké. Ja, fabriek tegen onze serie. No no zullen nam voelen, maar tegen onze jenkele houden jullie op prijs. Ja. Naar fabriek. Lek zo no no kan de. No, no, mi seli abelai de 10 holu. Unu yus, kan de wang 30 sen. 30 sen no. 30 sen na wang holu. A tak tak sen so. Ano unu opo beles, soms afa belek na fu, omni unu seli no no. Na ama opo beles dolo unu pay beles. Na unu pay yus. Na unu loko flay ka kalatas. Okay. Next no mang. Mai. Ma tenote sma eko wel e bai, of is itak moro mender sma e bai sani? Ja, unu eni prez saka molo. Ok. Kik ala sumakang pai molo sani. Fosi mi kongja, misi kelan, fosi pas mi dolo sulinam. Misi libi suma teki honda holu, kampai heli kole wagi sani. Iya toh? Wang saka alisi, sop, boudu niang sani, heli kole wagi honda holu spang. No honda holu, wang paki siale. Wang cing sosani dolo kapa? Ya, ya. Tapi saya taki nanga anjuran kering. Sade musdu? Amusu dua kondele bong. Saka akus, to. Meki alasuma no kalah ket lanti sani muih molo. Okay. Lexofosi. Ya. Ya. Lexo. Kus mino. Tengki kang saka lexofosi diri even diater. Si fosiufi amusu abi. Okay. Masa ode saya event tak ode wang bung kurs. Ja, mi vind niet wang na voor C for Sufi zo. C for Sufi, oké.
Winkelier Jackie Xu, die het niet correct vindt dat vooral Chinese winkeliers worden beschuldigd van prijsopdrijving. Hij haalt ook een voorbeeld aan van een gerucht als zouden Chinezen muntjes verzamelen en naar China sturen om te smelten tot wit goud. Hij vindt dit een absurd bericht of gerucht dat direct naar het Rijk der Fabelen verwezen moet worden. Volgens hem is er gewoon een schaarste aan muntjes omdat de burgerij die thuis spaart.